Nienke van Roekel, 17 jaar, uit Ede. Dit jaar opgenomen bij de Young Riders. Nienke maakte met een vijfde plaats op het EK voor junioren haar debuut. En werd in 2009 ook nog Nederlands kampioen bij de junioren eventing. Ja, we hebben vandaag dan een gesprek gehad met onze bondscoach. En daar hebben we dus een plan gemaakt. En ja, door dit team ben je eigenlijk meer gaan nadenken van wat je doel is, wat je ambitie is en hoe je jezelf wil gaan verbeteren en zo. Jij doet eventing. Wat zijn je doelen? Mijn doel is om de wereldruiterspelen in 2014 te halen. En ik heb nog genoeg wel om te verbeteren en zo. Vooral mijn paard Parsvat is nogal sterk. Dus we gaan vooral werken aan dat ik veel controle in de cross heb. Want de coach heeft ook weer gezegd dat dat toch wel echt heel erg belangrijk is. Dus daar gaan we hard aan werken. Nu zit jij niet voor niets in dat talententeam. Heb je jezelf afgevraagd van waarom hebben ze mij gekozen? Ja, dat heb ik me wel afgevraagd natuurlijk. Ja, want er zijn zoveel mensen die dit doen. En waarom dan ik dan toch wel gekozen ben. En waarom? Ja, nou, ik denk wel door mijn afgelopen jaar mijn prestaties. En het zit wel in een stijgende lijn in. Dus dat denk ik dat het daarom is. Je collega's talenten, neem je daar ook wat van mee? Krijg je daar goede raadgevingen van? Ja, het is wel, bijvoorbeeld Ellen Close zit er ook al vaker in. En ja, je praat toch met elkaar erover en wat onze doelen zijn en hoe je dat kan verbeteren en zo. Je hebt natuurlijk altijd wel dat je van elkaar wat kan opsteken. Je omgeving, hoe reageerde die op het feit dat je bij de Young Riders zit? Ja, die vonden het hartstikke leuk natuurlijk. En die zeiden ook van ja, dat is alleen maar een mooie kans om jezelf meer te ontwikkelen. Nu is de bedoeling dat je een aantal jaren daar lid van blijft? Ja, het is eerst kijken dus hoe dit jaar is. En als je dus gewoon je genoeg blijft ontwikkelen en dat ze zien dat er een stijgende lijn zit, denk ik dat ze je wel willen begeleiden tot je bij de senioren zit. Wat zijn je doelen voor dit jaar, korte termijn? Het EK junioren rijden en daar een goede prestatie neerzetten. En mogelijkheden? Nou ja, vorig jaar was ik vijfde, dus ik hoop natuurlijk dat het nog beter gaat dit jaar. Thank you.